Ja, hier is Fischie weer en ik ben hier samen met Remco en dit is een wedstrijd in de Europa League. En het leukste is wel, we hadden het net over van AC allemaal klote wedstrijden. Het zijn drie topwedstrijden. Ja, maar dat was echt toevallig, want als je kijkt naar de rest van de pool. Kijk, alleen AZ heeft zeg maar qua affiches een leuke pool met ook nog Napoli erin. Ja. Ja. Dat is wel grappig. En dan heb je inderdaad nu geluk dat ze nu allebei zeg maar, tegen de aansprekende namen voelen. Ze ook tegen PAOK en tegen CSKA. Ja. Dat zijn natuurlijk wel grote namen. Zoals je dat hier. Dat is ook wel aardig. Ja, ik durf nu al te zeggen want jij zei AZ en PSV is gelijktijdig. Ja. Dan weet ik nu al dat RTL gaat natuurlijk weer PSV uitzenden. Ja, dan zal hij waarschijnlijk op Ziggo Sport wel op AZ. Nou, op Fox Sports inderdaad. Maar niet op Ziggo Sport? Nou, Ziggo heeft Champions League. Fox Sports heeft de Europa League. Oh, oké. Maar die is ook gratis kijken, toch? Op één Sports. Weet ik niet, als het op kanaal 1 is, dan kunnen ze sommige mensen wel gratis kijken. Ja, ik kon gratis kijken op 1, zag ik. Maar ik heb Ziggo. Misschien heeft dat met mij te maken, man. Maar in ieder geval, Real Sociedad AZ, ja, dat is een leuk affiche. We weten echt niet hoe het zit met corona-gezeik en zo. Want, daar ga ik ook geen rekening mee houden. Want AZ is ook onder de corona, maar ja, PSV ook. Dat vallen allemaal clubs die ook Europees voetballen, dus dat ze ook gezeik mee krijgen. Dus de vraag is, wat zit er bij de andere clubs in de Eredivisie qua corona? Ja. Dat weten we niet. Maar iets minder, zeg maar, snel getest worden de hele tijd. Ja, ik weet eigenlijk weinig van Sociedad, jij? Wat? Ik wist er ook niks van. Ik was verbaasd dat ik hoorde dat ze eerst stonden. Dan doen ze wel iets goed natuurlijk. Het is een competitie waar echt iedereen van elkaar kan winnen, lijkt ondertussen. Ja, Barcelona. Maar ik ben ook verbaasd, deze pool, dat AZ gewoon bovenaan staat. Ze gewoon van Napoli ook enorm gewonnen. Ja, maar dat was wel echt een droom natuurlijk, hè? Vond ik. Nee, ik kan beter maar goed beginnen, zeg maar. Ja, denk je zelf trouwens. Weet je, ik op AZ valt echt geen... Het is echt zo'n dooddoener weer, maar er valt echt geen pijl te trekken. En mensen zijn nu wel een beetje aan de wind de hand. Ze laten wel zien dat ze echt wel kunnen voetballen. Ja, maar wat denk je? Een stuntje. En misschien een gelijkspelletje 1-1 of zo. Dat ze toch een beetje onderschatten en dat AZ wel van kan profiteren. Ik denk een 2-1 nederlaag. Ik hoop het niet, maar ik denk een 2-1 nederlaag helaas. Want we hebben ook nog PSV. Dat is nodig. PAOK PSV, dat is denk ik een grotere kans dat PSV gaat winnen. Ja. Dat denk ik wel. Dit is in ieder geval Real Sociedad AZ. Ik zou zeggen, like eventjes de video en laat je voorspelling achter bij de comments. Als voetbalcommentator kom je nog eens. Nou, dat zal kloppen, denk ik, als ik het naam zo zie. Real Arena? Ik weet het echt niet. Ik weet niet hoe het heet daar. Ik denk dat de Spaanse competitie wel redelijk hebben gepromoot, zeg maar. Ja, alleen Bernabeu. Ja, alleen dingen zitten voor mij niet in Camp Nou. Camp Nou. Nou zit er maar alleen niet in. Ik speel gewoon mijn Boudoer, voor mij is hij niet bij, maar ja. Het is wel een beetje een goede speler, zeg maar. Hallo, Sier, bedankt voor deze introductie. Zo, de knetter. Ja, alles draait natuurlijk om drie punten vandaag. Dus dat vuurwerk misschien verboden wordt, maar dit is wel een vuurpijl van hier. Ja, oh, die is ook weer traag, joh. Dat is ook een snelle speler. Ja! Een volley, zegt Sier de Vos. Het was helemaal geen volley. Isaac, hey, die ken ik wel. Ja? Speelde bij Willem II en Dortmund. En ik weet dat Ajax ook nog interesse in hem had. Wat een scheids, jongen. Wat een jankert op je. Ik heb weer die zeikert nu als scheids. Oh, ik krijg hem. Goed gedaan, Schijs, weer echt topper. Carlson. Ruim. Oh, wow! Ja. Wow! Nee, maar waarom doet die keeper? Die doet nou, doet maar niks. Wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Moeten maken, zegt hij maar. Ja. Myron? Hey, doet hij ook mee? Ja, als je fit. Nee, Myron is van de vriendin van Enzo. Nou, tenminste, de vriendin. Ja, sorry dat ik dat niet wist. Maar. Dit is een scheidsrechter. Dit is nog serieus over voetbal ging praten. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC. Ja, zo'n knol die schijnt ook iets te doen op YouTube, of niet? Hij houdt het schot tegen. Ik denk dat het wel gewoon verkeerd is. Ik vind het wel lekker dat je sinds nu FIFA ook makkelijk die korte ballen kan spelen. Ja.
daar verovert hij de bal. Zo, dat... Oh, zo! Oh. Daar. Oh, dat is een mooie bal. Dat is een mooi. Oh, oh! Zo! Pak hem omhoog gaan. Oh, nee, pakken! Oh! Jongens, jongens, jongens. Nou, ik vond de keeper ook niet thuis. Ja, ik zie de keeper er nooit zo. Ja, maar op een of andere manier is in FIFA altijd die doelman een beetje vaag eruit. Wat? It's real fuck! Wat? Nee! Echt weer mee te ver. Uitstekend gedaan, keeper. Zo, scheids. Scheids, dat is echt een vette inkomen, jongen. Zou die ook trouwens? Zo! Blokkie. Oh, weer een blok. Stel dit allemaal schoot op doel of dat niet? Ja, dat denk ik wel. Wat? Schot! Hij keert dat schot. Maar ik wil de verre hoek ook doen. Jezus. Specialiteit nog steeds, de corner. Oh, dank je. Oh, oh! Ah, nee! Nou! Oh, wat erg dit, hè. 2-1 achter. Zijn ook wel snel, hè, die gasten bij AZ. Jezus, in de game. Daarom heb ik Carlsen er ook weer ingezet. Maar dit is onzin, kijk wat de aanname ook. Dat is echt... Dat is echt... Die gaat nog 10 keer de wereld rond, hoor, die... Carlsen. Myron Boadu. Wat een dribbel. Come on! Ik denk dat die tekst dat opzoek weet niet te veel. Misschien de volgende wel. Hoekschop in het centrum geplaatst. Ze krijgen die bal maar niet weg. Jezus, weer een blok! Weg met die bal, denkt hij. Ja, ik ga gewoon lekker voor die schoten hoor. Dat is wel lekker voor de statistieken. Oh, dat is zo'n mooi moment dat ik 5 man uitkom. Ah, goed moment, scheids. Lekker gedaan, scheids. Dat is een siesta, zeggen we wel. AZ gaat aan de leiding naar de eerste helft. Wat zal de tweede helft ons brengen? Oh. Oh, Barcelona stijl is dit. Myron Boadu. Oh, mooie duik wel, moet ik zeggen. Hij weet hem niet te dekken. Hij is van de bal gezet. Oh, je kan wel lekker dribbelen in deze game, maar... Speelt hem hoog. Kan ook overdrijven weer. Nee, en die legend is traag. Oh, oh my god! Dat was een goede voor. Moeilijk was het nog hoor, driehoekje naar beneden. Tenminste, ja, driehoekje naar beneden. Zo, what the fuck? Goeie lop richting die aanval. Wij nog wel redelijk snel, maar blijkbaar niet snel genoeg. Nee! Zo, pannen. Dankjewel. Dat is toch, dan mag je ook helemaal kapot trappen, dat je de bouw aanraakt en zo. Ja. Kan het doelpunt worden? Een geweldige ingreep van die vijf. Ik was even bang dat hij voor de penalty ging, maar... Zoals Jaap Stammers zegt, dat je gelijk moet je hem hebben. Jezus, een omsingeling! Jonas Svensson. Nee, daar gaan we aanvallen. Jezus. Het is op een kutplek, dat wil ik absoluut niet. Nee, je weet, dat gaat proberen. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen. Dan heb ik iemand die vrije trappen kan nemen in mijn selectie. Maar moet die indraaiend zijn, ja, ik wou net zeggen. De fans zijn duidelijk niet blij met het tijdrekken door de bezoekers. Ja, en die gelijke stand die zal ze ook niet lekker zitten. Door tijdrekken door de bezoekers? Oh ja, natuurlijk. En dat weten de bezoekers. Redding en bal geklikt. Oh, gaan wij richting de kruising hoor. Oh, oh! Ik was echt mee voor de onderstelling dat ik rood was. Tering, kut! Ja, maar ook als het Go-Go Gadget duikt naar de bal en heeft hem ook gewoon. Ja, daar gaan we hoor, daar gaan we. Dit is echt FIFA. Dit is FIFA, dankjewel. Oh, Lottie!
Huppakee, lekker loppie. Stiffy, slim Stiffy, nou kom maar hoor, ja game tip. Slim slim Stiffy. Ongelooflijk, van vrij trap naar een goal tegen. En vervolgens lepelt hij de bal. Dan krijg je ook nog zo'n tijdsdruk, dat ga je janken over tijdrekking. Ik mag even mijn tijd nemen. Mooie positie om een voorzet te geven. Dan zit je het kopje maar stil. Miserabele voorzet, zo in de handen van de doelman. Nu wordt het oppassen. Mikel Oyarzabal. Ja, ik ga mijn back. Mijn spelers zijn echt zo moe opeens. Oké, even splijtende paasjes daar door het midden. Nee, die gaat uit, denk ik. Nee, niet. Nee. Ik mag de lijn. Oh! Oh! Nee, dan zet hij buiten spel. De thuisfans gaan uit hun dak. Want ze staan op voorsprong in de laatste fase. Ik kan nooit binnen een minuut opbouwen. Oh! En maak het maar af dan. Boom! Oh, lekker. Pas een eindstation bereikt. Kelvin Stengs. Nee, jongen, wat is er met Stengs in de hand? Ja, Thijs. En daar klinkt een fluitje. Een geweldig resultaat vandaag. Ze hebben die felbegrepen. Felle counter en het is klaar. Dat is wel lekker, die Stiffy. De strijd is weer helemaal open. Ja. Je voelt hem al aankomen, hè, Stiffy. Ja, maar ik kon ook niet. Als we keeper laat staan, was het ook goal geweest. Ja. Maar het was best zo open, hoe kan het maar? Ja, vrije trap, maar iedereen is natuurlijk nog vooraan. Laten we dan maar ophouden. Nou! Het is helemaal recht getrokken in de tweede helft. Yep. Ik heb nog een glad, hè. Vet. Nog een keer. Hier. Jezus. Dit was ook lekker hoor, trouwens. De latte is geen goal. Dat is alleen voor letje trap een punt. Zeker. 3-2 geheel, zoals je dat... Nou, ik zei een kleine nederlaag. Ja, 2-1. En hij zegt dus 0. Gelijkspelletje. We gaan het zien. Laat de voorspelling eventjes achter bij de comments. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.